als je dus ja, de dieren zou houden, wat dus inderdaad het milieu en de natuur aan kan, dat je uiteindelijk sowieso komt op een systeem waarin je dus niet meer economisch gedreven bent, maar meer in, ecologisch gedreven, zeg maar. En dat je dus vanzelf op een systeem terechtkomt waar je dus gelijk ook het dierenwelzijn tot een veel hoger niveau kan tillen. En de belasting op het milieu en klimaat naar beneden kan halen. Hey, welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Lopke, diëtist met een groen hart en host van deze show. Deze podcast staat helemaal in het teken van gezond en bewust leven, duurzaamheid en persoonlijke groei. Ik neem je mee in mijn eigen ontdekkingsreis naar een gezond, duurzaam en bewust leven en wil je op die manier een helpende hand bieden om de gezondste en groenste versie van jezelf te worden. Geniet van deze show en vergeet je niet te abonneren en laat me middels een review of beoordeling weten wat je van deze podcast vindt. Jouw feedback is voor mij namelijk ontzettend belangrijk. Het helpt me enorm om relevante onderwerpen te behandelen en leuke gasten in de schijnwerpers te zetten. Dus laat alsjeblieft een review achter. Je input wordt echt zeer gewaardeerd. Dag lieve luisteraar en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. En in deze aflevering spreek ik met Arabella Burgers. En die naam zal je wellicht niet direct iets zeggen, maar zij is de founder van een initiatief genaamd Caring Vets. En dat is een vereniging van dierenartsen die zich druk maken om dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat. En je zou zeggen, dit is toch super vanzelfsprekend? Ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen dan dat men dierenarts wordt omdat je houdt van dieren en graag goede zorg wil geven aan die dieren. En dat is ook iets wat Arabella absoluut niet ontkent, maar ze kan ook heel mooi uitleggen hoe het volgens haar komt dat dierenartsen zich niet, of in ieder geval niet genoeg in de ogen van Caring Vets, uitspreekt over structurele schendingen van dierenwelzijn. Dit tegengeluid van Caring Vets dat werd afgetrapt met een opiniestuk in het NRC in 2017. En hierin schreven ze onder andere: de misstanden in de intensieve veehouderij worden in stand gehouden door zwijgende dierenartsen. Maar Caring Vets maakt zich absoluut niet alleen maar hard voor dieren in de bio-industrie. Ze houden zich ook bezig met onderwerpen zoals biodiversiteit, dieren die in de vrije natuur leven, paardensport, bijensterfte en doorgefokte en daardoor zieke huisdieren. Ze kijken naar problemen puur vanuit het perspectief van het dier. Dus de kernvraag is iedere keer weer: is dit in het belang van het dier? Caring Vets vindt het dan ook fundamenteel onacceptabel dat dieren in deze maatschappij veelvuldig worden gezien als een product en ook behandeld worden als een product. En ze roepen dierenartsen dan ook op om de intrinsieke waarde van het dier te waarborgen. Nou, en toen ik voor het eerst las over Caring Vets, dacht ik gelijk: die moet ik spreken. Ik vind het onwijs interessant om te zien dat iets wat voor mij als super logisch klinkt, dat kennelijk niet is binnen de wereld van dierengeneeskunde. Dus met heel veel plezier, enthousiasme en ook nieuwsgierigheid ging dit gesprek in. Ik heb er echt onwijs van genoten. Ik vond het heel leuk om Arabella te ontmoeten en heb met heel veel interesse geluisterd naar wat Caring Vets doet, wat zij aan de kaak willen stellen, welke misstanden er allemaal precies zijn in de diverse sectoren waar dierenartsen werkzaam zijn en waarom er in de ogen van Caring Vets dan, of in de ogen van Arabella, precies zo weinig tegengeluiden zijn van de dierenartsen zelf. Het is een podcast geworden met een hele hoge informatiedichtheid en ik hoop dat jij er net zo van gaat genieten als ik dat heb gedaan. Maar voor ik hem start wil ik je natuurlijk weer eerst even kennis laten maken met de sponsor van deze show. Dat is namelijk Yogi & Yousef. En Yogi & Yousef verkoopt de lekkerste dadels en dadelproducten die je ooit hebt geproefd. Ze zijn namelijk niet gedroogd zoals de meeste dadels uit de supermarkt, maar worden gekoeld. En hierdoor behouden ze een zachte structuur en hele zoete karamelachtige smaak. Het is jammer dat ik je nog niet kan laten proeven door je device heen. Als ik dat zou kunnen doen, had ik het gedaan. Want ik weet gewoon dat als je ze proeft, dan snap je wat ik bedoel en dan ben je ook meteen verkocht. Maar wat ik wel voor je heb, is een kortingscode waarmee je op de website van Yogi & Yousef 10% korting krijgt over je bestelling. Reken daarvoor af met de code LOPKE10. Die code vind je ook in de show notes terug. En dan krijg je dus 10% korting over je bestelling bij een minimale besteding van 15 euro. En worden deze super lekkere dadels en dadelproducten bij je thuis bezorgd. Ik zit bij
Arabella. En ik vind het wel leuk om even te beginnen met jou. Ja. Jij bent dierenarts, toch? Ik ben dierenarts, ja. Vertel, hoe is dat zo gelopen? Waarom die dat pad gekozen? Ja, ik heb eigenlijk als kind af aan altijd al een soort passie gehad om met dieren te werken. Dat vind ik, ik denk heel veel kinderen hebben dat natuurlijk. En ik heb toevallig gisteren wederom weer eventjes het verhaal verteld over waarom ik dierenarts ben geworden, is dat ik geregeld toch gewonde dieren vond langs de kant van de weg. Of dus op vakantieoorden of zoiets. En dan vond ik het altijd frustrerend dat ik eigenlijk weinig zelf kon betekenen voor zo'n gewond dier. Of dat ik eigenlijk er iets mee wilde en dat ik dan altijd hulp moest zoeken. En toen dacht ik ook, wat lijkt me dat een mooi vak om dierenarts te zijn en die dieren te kunnen helpen. En zo is het een beetje gegroeid, hè, dus dat ik altijd wel die passie had om dieren te helpen. Maar toen tijdens het afstuderen eigenlijk van de middelbare school was er duidelijk, onder andere door Wakker Dier geworden, wat voor een misstand er allemaal in de bio-industrie gaande waren. Dus toen dacht ik, dat is wel iets wat ik heel graag wil, is me inzetten voor die dieren in die bio-industrie. Dus ik was een paar keer uitgeloot geweest voor de studie, dus ik heb hiervoor nog medische biologie gedaan in Amsterdam. En toen uiteindelijk ben ik aangenomen via de decentrale selectie. En dat is een selectie van de universiteit. Dat je dus niet via de loting binnenkomt, maar dat je een aantal testen moet doen, psychologische testen, een soort assessment, zeg maar. En dat je daarna ook een sollicitatiegesprek moet houden. En dan vragen ze je waarom wil je dierenarts worden. En ook als je aangenomen wordt via die decentrale selectie, dan moest je je toeleggen op de landbouwhuisdieren. En de landbouwhuisdieren, dat wilde ik dus juist heel graag doen, omdat ik dat wilde, omdat dat ook mijn passie was om de dieren in de bio-industrie te helpen. En dat heb ik dan dus ook tijdens het sollicitatiegesprek aangegeven. Van ja, nee, ik wil juist veearts worden, want dan kan ik wat betekenen. Horen ze dat vaker? Ik weet het niet, maar nu mijn leven een beetje zo gelopen is, vraag ik me af of het... Maar ze waren toen ook alleen maar, oh, wat goed, ja, prima. Ja. En ik ben aangenomen, dus dat is dan toch een mooie. Voor mij was het echt een. Ik was hartstikke blij dat ik diergeneeskunde mocht gaan studeren. En, maar ik denk dat ik ook wel naïef aan die studie begon. Hè? Dus ik dacht ook daadwerkelijk, ik ga nu. Uiteindelijk word ik dan dierenarts en dan kan ik wat betekenen. En tijdens die studie bemerkte ik al tijdens de vakken en tijdens het bezoek aan de boerderijen en de slachthuizen, dat je eigenlijk als individuele dierenarts toch te weinig kan betekenen. Hè? Dus de dierenartsen die proberen in het veld echt wel de individuele boeren te motiveren om iets te doen aan het welzijn, hè, om te verbeteren. Of de NVWA-dierenartsen bijvoorbeeld in het slachthuis, als je daar meekijkt, dat zij dan ook proberen de medewerkers daar te motiveren om beter te zijn. Alleen, dat zijn kleine stapjes. Hè? En het hele systeem, zoals jij ook wel echt wel weet, daar schort het aan. En dat bemerkte ik ook, is eigenlijk door onze beroepsgroep nooit zo gezegd. Het is nooit naar buiten gekomen dat dierenartsen zich eigenlijk uitspreken tegen die industrie en tegen het systeem waar we eigenlijk allemaal in zijn gaan werken en in zijn gerold. Wordt gewoon verwacht dat je erin meedraait. Ja, dat werd dus heel duidelijk tijdens die studie. En toen dacht ik, oh, dat kan ik echt niet aan. Nee. Dus toen ben ik afgestudeerd. Jij ging er echt al in met het idee, ik word zeg maar een pionier, ik ga het anders aanpakken. Dat was echt jouw Ik dacht inderdaad dat je gewoon als veearts echt wel, ja, misschien wel, ja, toch meer kon betekenen. Of in ieder geval meer de maatschappij meer zou kunnen informeren. Maar dat was eigenlijk niet zo. En dat werd ook eigenlijk niet zo geleerd. En kun je vertellen, wat is eigenlijk de rol van de veearts een beetje? Ik kan me voorstellen dat mensen een slecht beeld bij hebben. We kennen de dierenarts waar we onze hond heen brengen. Maar... Ja, precies. Ja, de rol van de veearts is eigenlijk meer nu een manager geworden. En dat verbaasde mij dus ook. Hè. Dus ik had inderdaad dat romantische beeld een beetje ervoor, dat je als James Harriet in je wagen stapt en dus de individuele dieren helpt. En dat is wel een beetje bij die runderartsen nog wel zo. Dus de melkvee en het vleesvee. Maar de varkens en de kippen, dat zijn natuurlijk gewoon echt koppels. Hè? Er zijn echt soms kippen honderdduizenden dieren in een stal en varkens meerdere duizenden. Dus die behandel je niet meer als individueel dier. Dus je bent daar ook eigenlijk minder als een huisarts of dierenarts, zeg maar, aan het werk. Maar meer als echt een manager, dat je de productie omhoog schroeft, dat je de kengetallen beter krijgt. Hè? Dus hoe krijg je meer biggen uit een zeug? Of hoeveel? Ja, het is de voedingsefficiëntie. Hè? Dus dat allemaal eigenlijk verbetert ten behoeve van de industrie. Maar dat gezegd hebbende hoopte ik ook wel dat je dan dus toch als individuele dierenarts dan ook de maatschappij en de veehouders ook behoedt
op te grote impact eigenlijk op die dieren. Hè? Dus dat je het ook een beetje een halt toe kan roepen als het te ver gaat. Maar dat viel me dus ook een beetje tegen, dat ik dat eigenlijk bijna nooit hoorde. Het was vooral gewoon, hoe krijgen we er meer uit en zonder dat we die dieren over de kop laten gaan. Dat is het vooral. Ja. Ja, en die veeartsen, dus de runderartsen, die zijn nog wel echt bezig met het individuele dier vaak. Maar ook daarin is ook koppelbehandeling. Dus inderdaad, welke voeding geef je aan een koe, zodat ze meer melk produceert en minder... Ja. Echt de koe zien als een soort machine. Ja, maar ja, ik denk ook niet dat ze dat zo bewust zien, hè? Nee. Maar zo komt het er wel een beetje over. En inderdaad wel, als je als naïeve student daar staat, dan komt het inderdaad over met, ja, maar dit was niet het idee wat ik in gedachten had. Nee. Ja, dus dat is wel echt anders. Ben je echt ook de vee-industrie wel ingegaan uiteindelijk, naar die studie? Nee, ik heb dus tijdens de co-schappen ben ik echt meerdere keren huilend thuisgekomen. En ik heb ook best wel veel discussies gevoerd op de faculteit over de gang van zaken. En ik dacht ook, oké, de passie is er nog zeker om die dieren te helpen. Alleen ik ga daar niet werken. Dat kan ik echt niet aan. En dus ik ben in de gezelschapsdieren gaan werken. En daar werk ik met heel veel plezier. En daar is ook zeker niet alles helemaal perfect hoor. Maar daar kan ik echt goed mijn ei kwijt. En ondertussen heb ik me dus proberen hard te maken op deze manier. Dat ik in ieder geval een keer heb bereikt dat de beroepsgroep zich heeft uitgesproken hierover. Ja, en je zegt op deze manier. Dus vertel eens op wat voor manier. Nou, eigenlijk... kan je het wel zo zeggen dat ik dus een beetje gedesillusioneerd van die studie afkwam. Van de studie diergeneeskunde. En welk jaar spreek je dan ongeveer over? Dat was 2011. Oké. En ik dacht ook wel, omdat ik dus eigenlijk bij die tussen de veeartsen liep, dat ik een beetje de enige was die zo dacht. Want de anderen die hadden er duidelijk minder moeite mee of vonden het een prachtig vak. Wat het ook soms is, maar soms ook echt wel behoorlijk tegen mijn principes inging. Dus ik dacht dat ik daar de enige in was. Maar op een gegeven moment kwam er in de krant een uitspraak: dierenartsen scharen zich achter de boeren. En het ging over de motie van Martijn van Dam over het kalf bij de koe laten. Mm-hmm. En het was een motie van de Partij voor de Dieren om uit te zoeken, binnen 6 maanden was dan de termijn, om te kijken wat de mogelijkheden zijn om het kalf bij de koe te laten. Nou, lijkt mij een hele mooie motie. Hè? Ga ik proberen te kijken of we het iets beter kunnen krijgen voor die dieren. Maar daar was dus onder andere de boerensector was daarop tegen. En de dierenartsen dus ook. En zo stond het dus ook in de krant. Hè? En onder andere stond er ook dan in de krant, onder andere door de dierenartsen, heeft Martijn van Dam toen de motie verworpen. Dus hoefde het niet meer. En toen dacht ik, ja, wacht eens even, hoe kan het nou dat we dan het welzijn van de dieren eindelijk misschien een beetje kunnen verbeteren, maar dat onder andere door de dierenartsen dit dan weer wordt teruggefloten. Dat kon ik echt niet aan. Dus toen had ik een artikel geschreven in het NRC hierover. En ik dacht, dat is het dan. Dat is ongeveer mijn zegje heb ik gedaan. Maar ik kreeg daarop, tot mijn verbazing, eigenlijk alleen maar hele positieve reacties. En niet van alleen eigenlijk de burgers zelf, maar ook van echt behoorlijk wat dierenartsen uit het hele land. En die zeiden, oh, wat fijn dat iemand zich eindelijk uitspreekt. Zo heb ik het ook ervaren. En ik vind het ook belachelijk dat de dierenartsen zich niet sterker maken voor deze dieren. En toen dacht ik, oh, ik ben dus niet alleen. Er zijn er meerdere die zo denken, maar die durven zich blijkbaar niet uit te spreken. Of die worden overschreeuwd, of wat de reden ook is. Maar het is wel duidelijk dat wij een tegengeluid moeten laten horen. En duidelijk moeten zijn dat, ook al begrijpen we dat we met z'n allen op deze weg zijn beland, hè, dat we dus steeds meer produceren en dat we dus de dieren zo op deze manier houden, dat het wel echt noodzakelijk is dat onze beroepsgroep, of in ieder geval een gedeelte daarvan, de dierenartsen, zich hierover uitspreekt en zegt, zo kan het niet langer. En dat we dus inderdaad pal staan voor het welzijn van het dier en niet de hele tijd denken aan de economie van de mens. Ja. Want dat is nu een beetje gaande tot nu. En dus ik heb die mensen die mij hadden geschreven, heb ik gevraagd, willen jullie met mij een stuk schrijven hierover? Of althans, dit stuk ondertekenen? En kennen jullie toevallig nog meer dierenartsen die zo denken? En uiteindelijk hebben we dus die hele groep bij elkaar gekregen en hebben we dus een artikel geschreven in het NRC, waarin in ieder geval duidelijk werd dat wij dierenartsen pleiten voor verandering. Hè? Dat structureel de vee-industrie wordt veranderd. Tof. Ja. En
ik neem aan tenminste dat er ook wel een soort algemene dierenartsenvereniging of een landelijke vereniging is of iets dergelijks. Ja. Makke, zijn ze daar niet sterk voor? Zijn ze daar niet in mee bezig? Nou, je hebt dus de KNMVD, dat is de Koninklijke Maatschappij voor Dierenartsen. Ja, zoiets. Dus vereniging inderdaad voor dierenartsen, maar dat is eigenlijk een beroepsvereniging. Dus die is er voor de dierenartsen. Oh. En wij zijn een vereniging van dierenartsen, maar dan voor het dierenwelzijn. Dus dat is ook wel echt wel een daadwerkelijk verschil. Wij kunnen ons daarom misschien ook makkelijker uitspreken. En zijn dus echt opgericht met als doel dat we staan voor het dier en dat we de maatschappij gevraagd, maar ook ongevraagd proberen te informeren. En kijk, wij hoeven ook niet per se met oplossingen te komen, omdat die soms ook hartstikke moeilijk zijn. En het is niet per se aan ons om dan die oplossingen allemaal aan te dragen. Maar het feit dat we ons uitspreken in plaats van maar meegaan met deze machinerie, is denk ik al stap 1 en zal mensen toch tot bewustwording, denk ik, laten bepaalde inzien. Knoppen bij mensen. Ja, dus, ze laten het in, ja, precies. Ja. Nou, had je het over een stuk in NRC, nou heb ik gezien, jullie hebben echt heel vaak al in de krant gestaan. Ja, klopt. Ik heb er één, heb ik een stukje van geciteerd. Ja. Oh, oké. Misschien is het wel een van de eerste hoor, dat zou zomaar kunnen. Ja. Hier staat, Caring Vets vindt, soms heet het initiatief namelijk, ik heb hem gewoon laten vallen. Caring Vets. Ja, klopt. Caring Vets vindt dat dierenartsen als beroepsgroep moeten opkomen voor het dier en protest moeten aantekenen tegen de huidige situatie in de intensieve veehouderij. De manier waarop met productiedieren om wordt gegaan, zijn gaandeweg steeds verder weggeraakt van datgene waar wij als dierenarts pal voor zouden moeten staan. Het bevorderen van dierenwelzijn, hulpverlening aan dieren die lijden, het melden van ernstige tekortkomingen in de verzorging en het respecteren van de intrinsieke waarde van het dier. Artikel 2 in de code voor dierenartsen. Mm. Nou, gaat dit specifiek over de veehouderij? Mm. En jullie hebben verschillende werkgroepen en daar wil ik zo even dieper op ingaan. Yeah. Maar toen ik dit las, toen dacht ik, waarom is dit eigenlijk niet vanzelfsprekend? Je zou toch zeggen dat iedere dierenarts hierom dierenarts wil worden? Ja, dat is de vraag die ik echt geregeld gesteld krijg. En dat is ook logisch. En dat is ook logisch voor de meeste mensen die denken aan een studie beginnen. Alleen dat verandert gaandeweg helaas. Alleen het staat er nog wel heel mooi omschreven, hè, dat we dat allemaal zouden moeten doen. Ja. En daar roepen wij dan ook naartoe. Hè, van, houd je hier dan ook aan? Of in ieder geval doe je best om in ieder geval als beroepsgroep. En nogmaals, als individuele dierenarts is dat soms echt heel moeilijk of onmogelijk. Maar in ieder geval als beroepsgroep kunnen we ons toch wel hard maken om op te komen voor deze dieren. Ja, ja. Ja. Dus het sluipt er echt een beetje in als je die studie gaat starten. Ja, ik vrees me wel. Ja. 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 Ja, moeten we daar misschien beginnen? Ja, ik denk ook wel dat daar... Er is sowieso een ommekeer gaande hoor, ook bij de studie. Maar en ik denk ook wel, het zijn natuurlijk ook mensen die, er zijn ook veeartsen die gewoon echt als boerenzoon of boerendochter zijn opgegroeid. En die dat ook echt al vanaf met de paplepel hebben ingegoten gekregen. Dus dat is natuurlijk ook al... Die zien dat heel anders. Die zien dat vanaf het begin af aan al heel anders. Dat merkte ik ook tijdens de studie hoor. Dat was echt, die vonden dat allemaal echt al heel erg normaal. Waar ik geschokt over was. Is het ook iets misschien van de tijd dat het vroeger normaler was om het dier... meer inderdaad als een productiemiddel te zien? Dat ook misschien leraren die nog wat ouder zijn dat nog meer mee... Ja, daarom, ik denk ook wel... Ik zeg het voorzichtig hoor, want misschien ben ik daar iets te positief in. Maar ik denk ook wel echt dat er een kentering gaande is. Ook op die studie, op de faculteit. En onder meer ook vanwege een studentenvereniging die is opgericht onder de diergeneeskunde studenten. Een soort subgroep van de Caring Vets is Vet Involved. Dat is een studentengroep diergeneeskunde studenten dus. Die proberen dit soort ethische vraagstukken met elkaar te bediscussiëren. En je merkt wel gewoon dat het dus ook makkelijker wordt omarmd, zeg maar. En dat deze discussieavonden ook populair zijn. Dus dat is denk ik alleen maar goed. Dat is tof, ja. Ja, dat is echt heel goed, ja. Nou zei ik net al, jullie zijn actief in allerlei werkgroepen. Ja. Gezelschapdieren, proefdieren, vogels, paarden, landbouwhuisdieren en slacht en klimaat en duurzaamheid. Mm-hmm. En ik vind het wel interessant om ze allemaal eens even af te gaan. en wat is daar dan volgens jullie een misstand en hoe zou het anders kunnen? Een beetje perspectief bieden. En laten we dan beginnen met jouw eigen huidige beroepsgroep, de gezelschapsdieren. Ja, we zijn natuurlijk dierenarts en je studeert eigenlijk af met een soort specialisatie. Je bent wel algemeen dierenarts, maar je bent gespecialiseerd. Hè? Dus ik was veearts,
als specialisatie. Maar je kan ook gezelschapsdierenarts zijn of je bent paardenarts. En iedereen heeft dus een beetje zijn eigen expertise. En daarin hebben we ook dus de werkgroepen van de Caring Vets, waarin we dus bij die verschillende expertises proberen de ergste die dingen zeg maar aan te kaarten en te proberen te verhelpen. En bij gezelschapsdieren, ja, de ook meest bekende en is ook wel vaak in de krant geweest, en toch bijvoorbeeld die kortsnuitige honden en de kortsnuitige katten, hè, dat ze bijna niet kunnen ademhalen, dat alles dat zijn gewoon die bepaalde rassen. Oh ja, raskenmerken dan helemaal. Die raskenmerken inderdaad, dat ze dus totaal benauwd zijn in de zomer, dat ze bijna geen neusgaten hebben, dat ze die tong veel te dik is voor de mond. Hè? Dus dat je eigenlijk gewoon te maken hebt met structureel benauwde dieren, die dus echt dagelijks lijden. Waarvan ook heel veel mensen dat niet weten. En gelukkig ook weer dankzij NGO's komt dat een beetje naar voren. Maar ook wel ook gedeeltelijk door de beroepsgroep. En wij Caring Vets maken ons daar ook hard voor om in ieder geval het aan de man te brengen. En mensen te motiveren om niet met dergelijke hondenrassen in zee te gaan. En ook de dierenartsen op te roepen om dus niet mee te werken aan bijvoorbeeld geplande keizersneden van deze rassen. Hè? Want sommige van deze rassen kunnen niet eens normaal een puppy's krijgen dan moeten ze geholpen worden. Nou ja, als dat zo is, als je dat al van tevoren weet, dan weet je dus al dat je dus niet met zo'n dier moet fokken. En toch zijn er wel, nu gelukkig ook steeds minder, maar er zijn er wel dierenartsen die dus inderdaad geplande keizersneden nog uitvoeren. Hè? Dus dat je gewoon daar een afspraak kan maken met dus een ras wat eigenlijk niet geschikt is voor de fok. Nou, dus dat soort dingen zijn dus dingen die we proberen aan te kaarten met de gezelschapsdierenwerkgroep. De werkgroep voor paard, die maakt zich bijvoorbeeld sterk, die spreekt zich uit over de eenzame paarden in de wei bijvoorbeeld, hè, of op stal, dat ze alleen maar op stal staan of dat ze eenzaam gehouden worden. Dat is een erg grote aantasting van het welzijn van de paarden. Proefdieren. Dat vind ik toch wel grappig. Want als er iets ik weet zeker dat als iemand houdt van zijn paarden, dan zijn er over het algemeen wel mensen die paard rijden. Klopt, ja. Ja, dat is nog wel een precair onderwerp. Het ligt natuurlijk ook heel gevoelig, denk ik, in de samenleving. Ja, zeker. Ja. Want je zegt eigenlijk iets heel terechts, ze moeten niet alleen staan. Nee. Maar mensen horen, ik zorg niet goed voor mijn dier. Ja, dat is dus ook precies wat de boeren natuurlijk horen. Hè? Ja, ja, ja. Ja, die vinden ook echt dat ze, en dat vinden ze oprecht, hè, dat ze goed zorgen voor hun dieren. En de dierenartsen vinden ook oprecht dat zij helpen het gezondheid van het dier op peil te houden en het staan voor het welzijn van het dier. Dus iedereen voelt zich bijna aangevallen in dit soort situaties. Maar inderdaad, paard is een hele gevoelige, omdat dat je echt weet dat ze dat echt uit liefde doen. Maar dat zijn ook natuurlijk met die gezelschapsdieren. Zeker, mensen die honden houden en katten houden. Dat is dus juist zo belangrijk, dat zij dus geïnformeerd worden met, joh, ook al denk je dat je het goed doet en wij twijfelen ook niet aan je sinceriteit, of noem je integriteit. Integriteit, ja. Maar je bent het dier hierin niet, je hebt het dier hier niet vooropgesteld, maar jezelf. Dus ja, maar ik weet hoe moeilijk het is, want die paardenstallen zijn natuurlijk ook al zo gebouwd. Dus die moet je allemaal dan eigenlijk op een andere manier gaan houden. Dus want daar gaat het echt al mis. Ja, ik zit niet zo in de paarden hoor, maar dat is echt als alleen op stal staan. Niet alleen alleen in de wei, maar alleen op stal staan, dat is gewoon al traumatisch. Ja, eigenlijk is een stal sowieso eigenlijk al te klein. Maar gelukkig heb je daar tegenwoordig ook hele mooie andere systemen voor. Hè? Dat ze paarden allemaal in die groepen houden en dat ze op een ene plek gevoerd worden. En dan moeten ze weer een stuk lopen en dan krijgen ze daar weer lichtruimte en dergelijke. Dus er zijn ook wel hele mooie initiatieven die daarin vergaan. Maar ja, je kan natuurlijk nog verder voeren en zeggen, waarom moet je überhaupt op een paard zitten met een bittersmond? Ja, ik wilde hem net gaan vragen. Ja, dus ja. Hoe diervriendelijk is dat? Ja. Nou ja, ik heb zelf altijd paard gereden en ik heb ook altijd zelf een paard gehad. Maar ik heb mezelf die vraag ook meerdere keren gesteld. En nu, mijn paard is overleden. Maar ik zou inderdaad toch niet nog een paard aanschaffen en ik zou er ook niet meer op gaan zitten. Is dat überhaupt goed voor zo'n, gewoon even anatomisch? Dus die kan die rug dat wel aan? Of? Nou ja, die paarden worden vooral in het topsport vaak te jong al ingereden. En dat is niet goed. Maar ik denk dat je vooral bij die topsportpaarden, dat daar misschien aan de ene kant juist heel goed gaat. Want die verzorging is tiptop. Want ze willen natuurlijk heel goed presteren. Maar aan de andere kant vragen ze natuurlijk ook heel erg veel van zo'n dier. En vraagt dat dier daarom. Maar dat zijn allemaal van die ethische vraagstukken die je inderdaad als maatschappij
zou moeten stellen en moet vragen. En waar wij als dierenartsen alleen maar in kunnen adviseren. Ja. En ja. dat proberen we dan als werkgroep paard in ieder geval. En ook zo goed als we kunnen te doen. Ja. Soms is het ook wel heel lastig, want je zegt schets een perspectief. Is überhaupt om dat perspectief te schetsen? Omdat je aan de ene kant wil je niet afgeserveerd worden als een activist die allemaal dingen roept die echt allemaal niet haalbaar zijn. Terwijl je dat misschien eigenlijk wel zou moeten doen, want dan ben je tenminste duidelijk. Hè? Daar pleit ik eigenlijk zelf altijd wel voor. Van wees duidelijk wat we willen. Wat vinden we nou? Want anders gaan we alleen maar genoegen nemen met van die kleine rotstapjes waar we echt niks aan hebben. Waar alleen maar weer geïnvesteerd wordt. En waardoor het alleen maar eigenlijk de verandering tegenhoudt. Dus dat is soms heel moeilijk. We balanceren soms ook echt wel een beetje tussen die twee dingen. Van zijn we nou te activistisch of zijn we, weet je wel, ben je nou een gesprekspartner die serieus genomen wordt? Ja, ik denk dat jullie vooral de stem van het dier ook willen laten horen. Want die kunnen het natuurlijk niet zelf. En ik vermoed dat als je gaat vragen aan het paard, wat wil je, dat die helder is. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Maar ik denk ook wel dat als je zo'n groepskudde huisvesting kan realiseren. Ja, absoluut. En dat je dan een keertje een bosritje rijdt. Ik kan me niet voorstellen dat nou echt het welzijn van het dier enorm aan schaadt, zeg maar. Maar het is natuurlijk wel iets waar hij niet om vraagt. Dus ja, maar ja, dat zijn soms van die moeilijke discussies. Ja. Maar waar we degelijk wel, die discussie voeren we dus ook geregeld. Ja, maar in ieder geval dialoog starten inderdaad. Ja, precies. Ja. Vogels. Ik dacht, waarom hebben we, misschien kleine kooitjes of zo. Ja, je hebt ook die roofvogelshows bijvoorbeeld. Oh ja, tuurlijk. En ook inderdaad die papegaaien die dan gehouden worden. Dus je hebt genoeg welzijnsaspecten ook daarin die dus waar we tegen ageren eigenlijk. Sowieso altijd een beetje die exotische dieren, hè, die soms een beetje populair zijn in bepaalde kringen. Proefdierkunde hebben dan als werkgroep. Dat is natuurlijk ook wel een beetje duidelijk waar die dan voor staat. Maar dat je dus probeert als dierenartsengroep om betrokken te worden bij dat soort beslissingen die genomen worden. En ook inderdaad het bouwen bijvoorbeeld van zo'n nieuw proefdiercentrum. Dat we dan daar hopelijk wel een beetje onze voeten zullen deur kunnen krijgen. Om meegenomen te worden in beslissingen die daar genomen worden. Wat ook in Nederland toch gewoon proefdiercentra. Ja. Apen, katten, wat voor dieren moeten we aan denken? Ja, helaas ook apen inderdaad. En gelukkig ook is daar de maatschappij steeds meer van bewust, hè, dat we die dieren gebruiken. En ook daar is weer de moeilijkheidsgraad is dat je allebei de kanten wel begrijpt. Ja, maar dus dat je aan de ene kant denkt, je hebt medicijnen nodig, dus we moeten de dieren inzetten. Maar anderzijds is het dus een heel grote vraag of het überhaupt wel nodig is om de dieren in te zetten. Omdat heel vaak blijkt... geen honden. Nee, precies. Dat het helemaal niet geschikt is voor de mens. En dat die dieren dan allemaal ingezet zijn en echt met heel veel tegelijk... Ja, vooral muizen en ratten en dergelijke. Terwijl je denkt, zijn dat nou de juiste modellen? Ja. Maar gelukkig worden we natuurlijk ook steeds slimmer. En kunnen we inderdaad meer van die humane modellen maken. En ook computergestuurd. Ja, want er zijn ook al wel mensen mee bezig, geloof ik. Toch? Ja, dat er andere manieren komen om... Alternatieven voor die proefdieren. Ja. Ja, ja. 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 Ja, dat zijn mooie toekomstperspectieven. Ja. Even als kweekvlees. Daar zit ik ook. Ja, daar hopen we allemaal op. Ja. Maar ook daar ligt, ik weet de details niet hoor, maar daar ligt volgens mij de boeren. De boerensector, maar in ieder geval de sector van de vleesindustrie ook wel een beetje dors aan het lobbyen. Want die winnen natuurlijk helemaal niet eraan. Ja, dat weet ik allemaal niet. Maar ik kan me dat natuurlijk wel voorstellen. Maar daar wordt flink gelobbyd. Aan de andere kant kan je denken, al die boeren kunnen zich dan mooi en al die stallen kunnen kweekvlees gaan maken. Hoop je dan maar op. Maar ik denk dat het romantische beeld van de boer... Ja, maar dat is toch al niet meer romantisch, hè? Met zo'n stal wat ik je net vertelde met die 100.000 kippen. Er is niks romantisch aan. Het is eigenlijk een fabriekshal. Nou, dat is een mooie brug naar de landbouwhuisdieren. Dat ze dat huisdier ook noemen. Dat vond ik wel geestig. Ja, dat is inderdaad waar. Ja. Maar we houden ze ook, En slacht, super actueel op dit moment. Want als wij dit opnemen is net weer het Westfort in het nieuws gekomen. Ja. Waar zelfs de dierenartsen aan meemappen. Ja, ik wilde het niet zo zeggen. Maar... Ik wil hem voor je in. Ja. Ja. Nee. Dat was jouw ambitie.
De landbouwhuisdieren was mijn ambitie, ja. En ik heb zelfs gedacht om een tijdje om NVWA-arts te worden. Toen dacht ik nog, weet je wat, dan ga ik wel in die slachthuizen staan. Dus genoeg werk. Ja, precies. Maar ja, dan... Waarom ja, ik verbaas me over dat je daar sollicitanten voor krijgt. Dat wil je toch niet als dierenarts? Nee, maar het is tweeledig. Het is aan de ene kant omdat het levenspad zo loopt. Dus er zijn vaak gepensioneerde dierenartsen die dan hun laatste jaren het ook nog willen werken. En dat ze dan dus geen dienst hoeven te draaien bijvoorbeeld. En wel nog hun vak uitoefenen. Maar anderzijds zijn er ook echt wel NVWA-dierenartsen die daar juist staan om te zorgen dat het laatste moment van zo'n dier minder erg is. Ja, en aan de ene kant worden ze dan verketterd met hoe kan je als dierenarts meewerken aan die sector. Terwijl aan de andere kant, ja, er moet wel iemand staan. En ze helpen tenminste dan die dieren. Hè? Tenminste, als je dan die NVWA-dierenartsen hebt die daar staan om op te komen voor die dieren. En het is moeilijk zat hoor, want je staat er in je eentje in zo'n slachthuis. En moet dan mensen op de vingers tikken die daar echt niet van gediend zijn. Ja. Dus voor sommige van die artsen dan hats off to them, zou ik zeggen. Maar ik snap ook echt wel dat er genoeg mensen zijn die zeggen, hoe kan je daar als dierenarts in godsnaam gaan werken? En ja, wat ik al zei, ik had er ook zelfs aan gedacht om het te gaan doen. Omdat ik dan in ieder geval, juist als het misgaat, kan ingrijpen. En zou denken, nou, dan gebeurt er tenminste wat. Alleen, ik zou dat psychisch gewoon niet meer aankunnen. Dat weet ik zeker. Daar word ik heel ongelukkig van. Dus dan maar op deze manier. En ik spreek gelukkig wel met veel NVWA-dierenartsen ook in die werkgroep dus. En een van hen die heeft ook gesproken over dat Westwoord op Radio 1. Waarin ze dus ook uitlegt hoe het zou kunnen komen dat dit dan toch misgaat. En wat we er eventueel aan zouden kunnen doen. En maar goed. Wat voor, hoe zou het kunnen komen dat dit misgaat? En wat kunnen we eraan doen? Nou ja, het is gewoon... tot op het bot wil ik zeggen. Maar het is zo fundamenteel verkeerde... industrie wat we op hebben gezet. Het is niet op te lossen met strengere toezicht of met camera toezicht of een iets langzamere bandsnelheid bijvoorbeeld. Daarom zei ik, we moeten duidelijk zijn in wat we willen. Want je kan niet tegen zo'n slachthuis zeggen, nou oké, ze hebben volgens mij nu Asian Animals bijvoorbeeld gevraagd, maar kunnen jullie ons helpen om dit te voorkomen? Wat natuurlijk een mooie geste is. Maar het feit blijft dat daar natuurlijk gewoon zoveel dieren op een dag worden geslacht. En met zo'n verkeerde drive, namelijk economie en kostefficiënt, terwijl we het echt over levende wezens hebben, dat de discussie is die we moeten voeren. Hè? En niet, moet er camera toezicht komen. Terwijl, tuurlijk, als er camera toezicht komt, ben ik alleen maar blij. Dus maar het is natuurlijk eigenlijk niet... Het is een pleisterplakken. Het is allemaal labmiddelen die nergens toe leiden. Ja. En de volgende keer is het een ander slachthuis waar het misgaat. Of weer hetzelfde slachthuis. Ja. Dat blijft zo gaan. Ja. Ik ben er ook echt niet meer verbaasd over. Ik ben wel verbaasd over dat het ze lukt nog om die undercover beelden te maken. Dat vind ik wel weer heel knap. Daar heb ik ook wel respect voor. Ik snap het niet, ja. Maar ik ben in ieder geval niet meer verbaasd dat het zo vaak nu in het nieuws komt. En ik ben wel heel blij dat RTL Nieuws bijvoorbeeld en zo er steeds voor open staat om het weer uit te zenden. Maar bijvoorbeeld ook wat Arjan Lubach had laten zien over dat CO2-bedwelmen bij varkens. Dat is natuurlijk ook een heel groot issue wat betreft dierenwelzijn. Waar eigenlijk volgens mij ook het grote deel van de maatschappij geen idee van had of heeft. Nee. En wat gewoon structureel gebeurt met miljoenen varkens per jaar. Ja, dat is echt zo'n leidersweg ondergaan. En wij hebben als Caring Vets een mogelijkheid dat je soms zo'n CO2-gas even kan ruiken. En als je dan één ademteug neemt, dan kunnen mensen eigenlijk de tweede ademteug kunnen ze niet meer doen. Omdat het zo'n naar gevoel is en zo pijn en zo'n benauwdheid opwekt. Dat je denkt, ach, die arme varkens, hè, dat ze dat elke keer maar... of elk individu die daar dan die lift in gaat, die gondel in gaat, meemaakt. En toch zijn er geen varkenshouders die dan zeggen, ja, dit moet dus afgeschaft worden. Maar toch zeggen ze gewoon, het valt wel mee. En evenals varkensdierenartsen die ook zeggen, ja, er zijn geen alternatieven. Maar ik vind een CO2-bedwelming is überhaupt geen manier dus om zo'n dier onder zeil te brengen. Ja, of te bedwelmen. Ik vind het zo raar dat er gesproken wordt over er zijn geen alternatieven. Maar dit is eigenlijk ook geen optie. Of het eigenlijk niet, het is geen optie.
Het is barbaars wat we doen. Ja, ik vraag me ook wel af inderdaad. Ik denk dat heel veel mensen überhaupt nog nooit erover nadenken hoor. Van nee. Wat zal het zijn? Maar nee. Wat zullen mensen denken als ze een prikje krijgen? Zoals mensen met euthanasie of zo? Zoiets. Wat? De dieren? Ja. Dan zijn ze natuurlijk niet meer geschikt voor consumptie. Oh ja, of course. Ja, maar dat denken mensen niet door. Misschien dat mensen dat wel denken, consumenten. Ik denk dat mensen gewoon echt niet willen weten. Denk ik. Ik denk als mensen het willen weten, dan komen ze erachter en stoppen ze er vanzelf mee. Maar dan hebben ze dus die interesse al getoond. Maar de mensen die het niet willen weten, die gaan er maar gewoon vanuit dat het klopt, denk ik. Ja, ik denk het ook. Ja. Ja. En dat is natuurlijk soms ook het makkelijkst. Ja, we hebben een NVWA, die lost het wel op. Ja, ja. Of dat hoor je ook heel vaak, hè, dat ze dan dat is ook een beetje cognitieve dissonantie. Dat is ook bescherming van het hoofd. Ja. Dat ze dan, ja, dit zal wel een incident zijn. Ja, precies. Ja. Maar daarom hoop ik dat wij in ieder geval als caring vet zijnde de ogen open kunnen openen, hè, bij de mensen. En dat we toch met z'n allen kunnen kijken hoe we het allemaal anders kunnen gaan doen. Ja. Ja, nog één werkgroep, klimaat en duurzaamheid. Die is denk ik nou verbonden met landbouwhuisdieren. Ja, de rest heeft er niet heel veel met klimaat en duurzaamheid van doen. Nee. Ja, maar eigenlijk ook wel, hè? Want gezelschapsdieren hebben ook een ecologische voetafdruk. En, dat is waar, ja. Paarden ook. Ja. En eigenlijk is misschien de werkgroep klimaat en duurzaamheid is eigenlijk de belangrijkste. Terwijl je zou denken, goh, wat heeft dat inderdaad met dierenwelzijn te maken? Maar eigenlijk is alles verbonden met die klimaat en duurzaamheid. Omdat, ja, we hebben het net al over labmiddelen en nu ook met die stikstofcrisis en het fosfaatplafond en noem het maar. Alles hangt eigenlijk af van het feit dat we dus zo ver zijn doorgeschoten met deze industrie, dat aan alle kanten het eigenlijk aan alle kanten dus niet meer klopt. Maar als je terug zou gaan met wat kan de natuur aan, wat kan het milieu aan, en dan kom je vanzelf eigenlijk bij een houderijsysteem waar je dus sowieso minder dieren gaat houden. En overigens snap ik niet waarom mensen zo boos worden als D66 pleit voor een halvering van de veestapel. Je kan natuurlijk ook zeggen, een halvering van de veestapel met hetzelfde aantal boeren. Ja, maar gewoon minder dieren. Ja. En dat je dus inderdaad meer duurt. Ik had ook begrepen dat er komt zo'n uitkoopregeling, dat er echt heel veel meer op af was gekomen dan ze van tevoren hadden verwacht. Dus die zullen niet allemaal meegaan. Tuurlijk. Maar het zegt iets over dat die mensen ook zichzelf gevangen voelen in het systeem. En eruit willen. Ja, nou eruit willen. Ja. En ook wat je dan wel hoort is dat ze natuurlijk die maatschappelijke druk ook voelen. Hè? Dus dat het niet meer... Maar het is dus die klimaat en duurzaamheid, ben ik van overtuigd dat als je de dieren zou houden, wat dus inderdaad het milieu en de natuur aan kan, dat je uiteindelijk sowieso komt op een systeem waarin je dus niet meer economisch gedreven bent, maar meer in ecologisch gedreven, zeg maar. En dat je dus vanzelf op een systeem terechtkomt waar je dus gelijk ook het dierenwelzijn tot een veel hoger niveau kan tillen. En de belasting op het milieu en klimaat naar beneden kan halen. Dus ik denk dat eigenlijk de overal visie is van de caring vet zit dan in die klimaat en duurzaamheid. Dat we dan aan alle kanten dus eigenlijk dat hele holistische manier van denken proberen te grijpen, zeg maar. Dat klinkt misschien een beetje gek. Of dat je als dierenartsvereniging het zo ziet. Nee. Maar ik denk wel dat je daar... ik denk dat we met die klimaat en duurzaamheid, als we daar dus daar ook ons in uitspreken en hard voor maken, wat voor een impact het allemaal heeft om zo'n vee-industrie te hebben. Hè, als klein landje, maar ook gewoon mondiaal gezien. Wat voor een impact dat heeft op klimaat. Dat je dan dus eigenlijk ook weer, als je dat aanpakt, in de essentie ook gelijk weer terug kan komen naar een beter houderijsysteem voor die dieren. Ja. Ja. Minder dieren is per definitie beter. Minder voor belastend. Ja. Het schijnt ook wel in Nederland dat wij, misschien zeg ik nu het geks hoor, maar ten opzichte van andere landen veel meer dieren hebben dan... Ja, zeker. Ja, toch? Ja, ik zeg niks. Nee, zeker. We hebben heel... Voel je de woord niet in de mond leggen? Nee, en we exporteren dus ook heel erg veel. Echt, we zijn een van de grootste exporteurs van dierlijke producten. Ja, en ik geloof de tweede grootste importeur van soja, wat Favé vanuit maar in China nummer 1. Ja, en we zijn ook wel exporteur... Naar Duitsland bijvoorbeeld. Hè? Dus dat is dan wel. Dus je hebt export en je hebt export. En ik snap wel dat een export naar Duitsland van 10 kilometer over de grens natuurlijk een andere export is dan inderdaad naar China toe. Maar ik denk dat we gewoon met z'n allen stapjes terug moeten gaan zetten. Ja, ja. Op meerdere manieren overigens. Ja, zeker. Ja, zeker. Consuminderen. Consuminderen, ja.
Maar je zei, wordt het dan als vlees zeg maar, naar Duitsland of als dier naar Duitsland? Of waar dan ook verschil beide, dat? Maar ja. Het is meestal als vlees, ja. Oké. Hey, en ik weet niet of je hier nog iets van weet, maar ik zag op jullie website ook nog een heel mooi stuk over de kringlooplandbouw, die nu natuurlijk wordt geopperd. En volgens mij zagen jullie er ook wel haken en ogen aan. Dus daar was ik ook wel benieuwd naar of je daar iets over kan vertellen, als je dat weet. Ja, dat is dus ook weer het punt dat je zegt, ik wil geen labmiddelen. Is dat, dat soms wordt er nu gepleit om dus bijvoorbeeld die uitstoot uit die industrie te verminderen, maar dan niet door minder dieren te houden, maar door bijvoorbeeld luchtwassers op een stal te zetten. Ja, die ook niet aangezet schijnen te worden. Nou, bijvoorbeeld, ja. Want dat gebruikt heel veel stroom. Ja, ook en brandgevaarlijk bijvoorbeeld. En dus die kringlooplandbouw is natuurlijk soms heel mooi op papier, maar heeft ook heel veel haken en ogen eraan als je zo op deze manier door blijft produceren. Hè? Dus het is eigenlijk weer een manier binnen het huidige systeem. Ja, het is weer net niks, zeg maar. Of het is weer net doorgaan op dezezelfde route met een paar kleine aanpassingen die eigenlijk nog steeds precies niks uitmaken. Ja, of dat we over 50 jaar nog bij de grenzen komen. Ja. Ja, of dat we dus nu dit aanpakken en dan over 10 jaar komt naar boven dat het het weer een ander probleem geeft. Dus de zienswijze zal gewoon helemaal moeten veranderen, structureel moeten veranderen. En of dat dan komt door de opkomst van kweekvlees, of doordat het komt door bewustwording bij mensen, of doordat het komt omdat we dus inderdaad over alle grenzen heen gaan en dus allemaal 100 moeten gaan rijden op de snelweg en toch vliegveld Lelystad gaan bouwen. Nou, ja. Noem het maar. Het is soms echt vermoeiend om al die dingen maar te zien en te zien gebeuren. Dus die kringlooplandbouw hebben we inderdaad, houden we wel onze vraagtekens erbij in hoe zich dat gaat uitkristalliseren. Maar goed, een natuurinclusieve landbouw of een meer extensieve landbouw, daar zien we natuurlijk wel mooie potentie in. Ja. Ja. Maar we moeten toch toe naar minder dieren, als aan jullie ligt. Ja. Minder veedieren in ieder geval. Ja, en ook een heel ander systeem. Een heel ander houderijsysteem. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de vleeskuikens, hè, die er op 6 weken geslacht worden. Die zijn gefokt nu om zo snel mogelijk te groeien. Hè. Dus weer met die economische drive erachter. Zo snel mogelijk, zoveel mogelijk, zo goedkoop mogelijk. Die dieren zijn gefokt met op een manier dat ze eigenlijk geen verzadigingsgevoel kennen. En die dieren worden dus geslacht op 6 weken of 7 weken. En anders blijven ze eten en groeien ze zich letterlijk dood. Hè? Die vaarlijke één denk ik wel, dat ze dus door hun poten zakken of hartaanvallen krijgen. Dus die zijn dus op zo'n manier gemaakt dat ze dus zo snel groeien. Maar wat heel veel mensen ook niet weten is dat zij komen natuurlijk uit ouder dieren. En die dieren worden ook gehouden, maar dat zijn dus dezelfde ras kippen. En zij zijn dus ook gefokt met dat eigenlijk dat ze geen verzadigingsgevoel kennen. En dus die hebben ook altijd honger. Maar die dieren worden dus gewoon een enkele dagen in de week gewoon niet gevoerd. Oh. Dus we maken dieren, net zoals ook, we houden dit als voorbeeld. We houden varkens in stallen waar ze niet kunnen vroeten. Hè? Dus hun essentie is dat ze gaan vroeten, houden die varkens daar. Dus dan, we zijn dus dieren eigenlijk aan het bezig met dieren te creëren. Op een manier dat we ze juist ook zelfs nog meer pijnigen eigenlijk. Ik heb ook gehoord van, ik weet niet of dat wel op grote schaal bestaat, maar een kippenras wat blind wordt geboren. Ja, dat zitten ze nu, een pilot of zo. Ja, ze hebben daar, dat weet ik ook niet precies inderdaad, maar ik heb dat ook gehoord. En dan wordt het inderdaad gebracht van, dat is zo prachtig, want dan pikken ze elkaar niet meer. Klopt. Waar zijn we mee bezig? Ja, ja. We zijn dingen aan het creëren, maar dan eigenlijk op een duivelse manier, vind ik het. Is er een land waar we een voorbeeld aan kunnen nemen? Wat misschien een hele grote stappen zet? Nou, er zijn landen die het beter doen dan wij, maar er zijn ook zeker landen die het slechter doen dan wij. En dat is natuurlijk altijd hetgeen wat we ook horen, hè? Want er zijn nog landen die het nog slechter doen dan ja, wij. Ja, dat die en wij ook, zijn ja. de voorlopers en wij geven het goede voorbeeld. Maar ik hoop altijd dat we dan het goede voorbeeld kunnen zijn voor die landen die nog opkomen. Want dat is natuurlijk ook, hè, mensen zeggen ook, er komt juist meer vraag naar dierlijke producten. Omdat al die landen nu dat kunnen gaan veroorloven en daar ook de vraag naar hebben. Dus moeten we meer produceren als Nederland, want wij houden die dieren tenminste goed. Hè, in hun ogen dan.
Zou ik juist willen pleiten voor dat we juist hun behoeden voor de manier waarop wij die dieren hebben gehouden. En dat we zeggen, je moet het op deze manier doen. Want wij zijn de verkeerde weg ingeslagen destijds. Dus dat je juist met je expertise, dat je die probeert te exporteren. En niet alleen je dierlijke producten de hele tijd aan de man probeert te krijgen. Ja. Zoals minister Schouten zo blij is dat China nu ons kalfsvlees weer wil hebben. Mm. Denk ik, hoe kan je daar nou blij mee zijn? Ja. 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 Die kalfjes die vanuit heel Europa in Nederland naartoe... Naar als Nederland baby's, het zijn baby's in principe. Het zijn het zeker baby's, ja. En die dan op tonnen of roostervloeren worden gehouden. Nooit naar buiten gaan, nooit in de wei gaan. Op de grens van bloedarmoede worden gehouden. Ja. En dan inderdaad al dan niet onbedwelmd worden geslacht. Nou, daar kan je heel trots op zijn als minister. Of je kan ook denken, nou, dat is misschien iets waar we toch niet zo trots op moeten zijn. Ja. Ja. Maar ja, dat zijn hele moeilijke vraagstukken, vind ik dat. We gaan eraan werken. Ja. Jullie als Caring Vets en ik in ieder geval als consumenten. Ja, gelukkig, ja. Hey, bedankt voor je tijd. Ja, geen dank.